U kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. De satellietfoto ziet het niet echt heel goed, maar over het noorden van het land trekken wel wat wolkenvelden. Er komt eerst ook nog wat nevel of mist voor. Dat lost allemaal langzaam op en dan schijnt de zon flink, vooral in het zuiden van het land. Noorden blijft gevoelig voor wolkenvelden. Met oplopende temperaturen aan het eind van de ochtend is het 8 tot 12 graden en vanmiddag komt er nog veel meer bij. Het wordt uiteindelijk 14 tot 18 graden. Alleen in het noorden van het land waar wolkenvelden hardnekkig kunnen zijn, blijft de temperatuur wat achter op de Wadden bijvoorbeeld een graad of 11. Vanavond weinig verandering in het weerbeeld. Het is heel rustig, er staat niet veel wind. Op het algemeen hebben we opklaringen, er zijn ook wat wolken. In het noorden, noordwesten van het land, kan vannacht weer of mist ontstaan. Dat lost morgenochtend op en dan gaat de zon overal geregeld schijnen. Het wordt een zeer zachte dag met 18 tot lokaal 21 graden in het zuiden van het land. De wind is zuidelijk zwak tot matig 2 tot 3. In het weekende gaat het weer veranderen. De temperaturen vallen terug naar 14 of 15 graden. De kans op regen neemt toe en er staat ook duidelijk meer wind. Maandag wordt het zelfs met 11 graden, ook dan met een enkele bui, maar ook nog wel wat zon erbij. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl